We zijn gisteren verhuisd van de Vallée du Champsaur naar Les Aures, een skigebied dat meer op het noorden gericht is, eigenlijk volledig op het noorden gericht is. Omdat het wat warmer weer wordt en hier lag nog wat betere sneeuw. Maar het is eigenlijk een beetje triestig om te zien, hè. De parking die normaal helemaal vol moest staan. Het skiseizoen is begonnen. En het is hier doods. Ja. Jammer, maar het is zo. Voilà, we hebben gans onze koffer is leeggehaald. Wat steekt daar nu allemaal in? We hebben de zakken voor al onze skispullen. Alles steekt hier nu in. Dat doen we enkel als we aan het rijden zijn, lang afstanden. Dus daar steken zakken in voor onze skis in te steken. Onze schoenen kunnen daarin. Wat hebben we nog allemaal mee in de koffer? Dat zijn onze lawinerugzakken. Die steeds klaarstaan om te vertrekken. Dus met de heilige drievuldigheid in. Daarvan hebben we ook al eens een filmpje gemaakt. We hebben elk onze tourskischoenen, onze volledige skisets steken erin, met de skistoppen natuurlijk. En dan hebben we nog een heleboel plooiboxen en ander materiaal. Ik zal het hier eens even laten zien. Hier hebben we eigenlijk alles wat we nodig hebben om te kunnen werken op afstand. Alles van IT-materiaal, microfoons, noem maar op, cameraatjes. We hebben natuurlijk onze helmen altijd mee. Die gebruiken we zowel voor tourski als voor het fietsen. Een slackline. Als we een paar dagen langer ergens blijven staan en we kunnen onze slackline hangen, dan doen we dat. Altijd leuk om een beetje tijd mee te doden. Een hele hoop bottinen. We hebben zware bottinen mee. We hebben ook iets lichtere wandelschoenen mee. Dan hebben we nog twee bakken die eigenlijk volgeladen zijn met fietsmateriaal. Een bak voor als we echt langer de bergen in gaan met gas en hangmatten en noem maar op. En dan de achterste bak. Daar steekt eigenlijk al ons klimmateriaal in. Als de zon dan nog even gaat schijnen, dan kunnen we nog een keer gaan klimmen ook. Hierachter fietspomp. Een hele lange kabel om zoveel mogelijk op slot te doen in de koffer. En een werkbak met al ons gerief, die handig van pas gekomen is al om ons bevroren leidingen en zo te repareren. Dan hebben we natuurlijk het belangrijkste, want we blijven natuurlijk een mountainbike reisbureau. Onze twee werkpaarden. We hebben nog 80 meter klimtouw mee. En voor het geval dat onze bus, die 4x4 is, toch nog zou vastrijden, hebben we hier twee rijplaten mee om achter de wielen te steken. Of onder de wielen. We hebben nog sneeuwkettingen mee. En als een boiler ooit gerepareerd geraakt, kunnen we ook nog altijd douchen. Dus dat steekt er allemaal in, van achter in de koffer. Het enige wat ontbreekt zijn onze twee splitboards. Die liggen nu bij kameraden die even gingen uittesten. Maar dat is ons hele hebben en houden waarmee dat we onze dagen in vinden in de bergen. Zo zeg, de volgende video zal dan waarschijnlijk gaan over de binnenkant. Die moeten we nog even proper maken en dan gaat Sarah daar jullie rondleiden. Salut! Zo ze. En zo ziet dat eruit als alles ingeladen is. Alles op zijn plaatsje. En boven ook nog wat bakken ze. Just perfect.